Welkom bij een uitzending van Een Vrede Reeds Gewonnen. En we zitten weer eens een keertje met Milo. Want Milo, de noodzaak voor het kopen van goud en zilver is volgens jou steeds groter. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik kijk naar de ontwikkelingen in de wereld momenteel. Ja. En ik snap er steeds minder van. Oké. Okay. Hoe is dat bij jou? Gedeeltelijk ook zo. Als je kijkt naar wat er nu eraan staat te komen met die nieuwe digitale munt. Ja. Die nieuwe digitale munt. Nieuwe digitale munt. Waar heb je het over? Ik ga je bijpraten. Okay. China is al klaar. Er is al een digitale renminbi. Is al klaar. Wordt al getest. Wordt al uitgerold. In Amerika zijn ze met de digitale dollar bezig. Die verwachten ze ook binnen nu en 12 maanden. Ze? Ja, is dat de Fed? Ja, de Fed. Maar had Trump de Fed niet een beetje aan de kant geschoven? Niet helemaal. Niet helemaal. Want ik kan je nog sterker vertellen dat 21% van alle dollars die nu in omloop zijn, afgelopen jaar bijgeprint zijn. Dus dan praat je over 1/5 van alle Amerikaanse dollars op dit moment in omloop zijn. Uit de geschiedenis van de Verenigde Staten? Gewoon alles wat totaal aanwezig is, ja. Dus 1/5 daarvan is afgelopen jaar bijgeprint. Ja. Bizar, hè? Maar goed, terugkomen op de digitale munt. ECB komt met een digitale euro. Amerika komt dus met een digitale dollar. China komt dus met hun digitale munt. En dan is waarschijnlijk de verwachting dat al die munten bij elkaar samengevoegd worden tot een soort van een... One world currency. Precies. Precies. En iedereen vindt het geweldig, want dan hoef je niet meer te wisselen. En iedereen vindt het geweldig. En het gevaar zit erin dat ze via de digitale currency natuurlijk exact kunnen sturen wat jij daarmee gaat doen. Het geld spant de kroon, zei Gerrit Komrij al. Ja. En dat is dus precies de reden waarom je dus juist jezelf beter in goud, zilver... Ik ben het met je, ik ben het met je eens, maar als ik nou eens een kritisch tegengeluid zou willen geven, wat wel eens bij mij neergelegd wordt. Zou jij... Maakt het nog uit of je goud of zilver hebt? Anders dan voor je eigen gevoel. Tuurlijk. Maar kijk, als geld niets meer waard is eigenlijk, want die digitale currency... Het gaat niet om geld, het gaat om goud. In de tijd van de Romeinen had je zo'n denarius, daar praat je over 8 gram goud. Daar kocht je gewoon een jonge slaaf voor. Of 100 liter goedkope wijn. Ja. Ja? Maar en het ging om het goud. Maar mag je nog wel... Maar gaan mensen weer met elkaar betalen dan met goud? En of zilver, ja zeker. Dat is wel de verwachting. Oké. Okay. Kijk op het moment... En als dat verboden wordt? Ja, dan... Het zou best verboden kunnen worden. Alleen tegenhouden kun je het toch niet. Goud en zilver door de eeuwen heen zijn altijd betaalmiddel geweest. Altijd een waardevaste toevluchtsoord. Dus dat zal altijd zo blijven. Ja. Tenzij de controlesystemen die horen bij dat mm-hmm. Als je in China kijkt, heb je dat sociale experiment met een cryptocurrency gebaseerd op je sociale interactie. Ja, je social credit system. Ja, klopt. Het is namelijk zo dat je dus dan gewoon... Iedereen krijgt gewoon een wallet straks. Waar gewoon jouw basisinkomen op wordt gestort. En het kan zomaar zijn dat ze bijvoorbeeld zeggen van... Nou, daar mag je van eten, daar mag je van drinken. Maar je mag er geen goud verkopen. Of je mag er geen bitcoin verkopen. Kan zomaar gebeuren. Mm-hmm. Nou ja, dat doet mij dan denken aan die zin van de World Economic Forum. You will own nothing and you will be happy. Precies. Ja, alles wordt een soort leensysteem. Mensen die hun hypotheek niet meer kunnen betalen, die zeggen ze ja, we schrapen die schuld. Nee, er wordt niks geschrapt. Je mag er blijven wonen, maar je gaat gewoon maandelijks voor betalen. En dat wordt dan betaald vanuit dat WHO, zeg maar. Maar dan komen we toch in een compleet parallel universum terecht in hoe we als mensen op deze aarde leven. Ja. Dat is toch het einde van de vrijheid? Ja.
Als jij alleen... Amman zong toch altijd, vrijheid is een volgetankte Mercedes? Ja. Ja. Ja, maar vrijheid is meer dan dat, denk ik. Oké, okay, wat is vrijheid dan, volgens jou? Dat je kunt gewoon doen wat je wil. Ja, maar ja, oké. Okay. En straks kun je dus niet meer doen wat je wil. Nee, je bepaalt niet meer wat je zelf koopt met je geld. Ja. Dat wordt allemaal voor je bepaald. Daar komt het dan wel op neer, ja. Kijk, Oezbekistan juicht het juist toe, het goud. Centrale Bank van Oezbekistan, die hebben afgelopen november hebben ze goudbaren in omloop gebracht. Ja. In het geldomloop. Ja. Want die willen juist aanmoedigen aan hun bevolking om in goud te investeren. Oké. Dus zo kan het dus ook. Wacht even, wat? Oezbekistan? Ja. Waar ligt Oezbekistan? Nou, ik weet waar Oezbekistan ligt. Ik heb geprobeerd te bellen met die bank. Ja. Ik had mijn tijdrecorder al open. Dan? Ja, dat doe ik. Dat zijn van die impulsieve acties die ik dan doe. Maar ik werd daar ik kwam in een soort beantwoorden terecht. En dan ben ik redelijk thuis in de Slavische talen. Ja. Maar dit klonk wel zo exotisch. Daar kon ik niks van maken. Dit was te ver van jouw bed. Ja, dus ik heb wel een mail gestuurd in het Engels. En ik heb om verdere uitleg gevraagd. En ik heb ook om samples gevraagd. Ik wil ook wel wat van die baadjes kopen. Dat vind ik natuurlijk fantastisch mooi. Het is leuk. Die baadjes worden dus in Italië geproduceerd. In Italië? In Italië. Krijg je twee extra echtheidskenmerken mee, zeg maar. Zoals je bijvoorbeeld op de eurobiljetten ook zou kunnen zien. Hè? Waarschijnlijk een soort van watermerk of doorschijnend iets. Of, ja, ja. Ik weet niet precies hoe ze dat gaan doen. Maar die brengen gewoon 5, 10, 20 en 50 gram baren goud in omloop. Als zijnde currency, zeg maar. Maar dan goudgedekte currency. Oké. Okay. Dus dat is heel erg mooi nieuws. Dat is nieuws waar dus ik blij van word. Mensen betalen echt met goud. Mensen kunnen dan bij wijze van spreken daar met goud betalen. Waar betalen ze mee in Oezbekistan? Hoe heet hun munteenheid? Ik heb geen idee hoe hun munteenheid heet. Oké. Okay. Maar dat zijn allemaal dingen die ik wel uit ga zoeken en waar ik mee bezig ben. Oké. Okay. Want ik vind dat machtig interessant natuurlijk. En jij denkt dat Nederlanders zich eens achter de oren moeten krabben? Is het niet gewoon zo dat mensen het hier te goed hebben, denken ze? Want ze hobbelen, ze hebben hun digitale bankrekening. Ze houden dat boven een apparaatje en hun boodschappen zijn betaald. Ja. Maandelijks wordt hun huur, hun gas, licht, water wordt allemaal automatisch afgeschreven. Ja. Je hoeft niet meer met een Accept Giro naar de bank toe. Het is allemaal veel, het is zogenaamd allemaal veel makkelijker geworden. Is de mens nou echt gelukkiger geworden met al deze systemen? Nee, natuurlijk niet. Hele controle, het gaat puur om controle. Deze infrastructuur, deze financiële infrastructuur is pure controle. Wat geef je uit? Waaraan geef je uit? Is dat niet altijd het risico geweest? Stiekem ook van iets zoals Bitcoin? Nee, want Bitcoin gaan ze hier niet eens voor gebruiken. Nee, maar is de hele blockchain technologie niet... Hè, dat iedereen zegt, ja, maar dan is het transparant en de banken kunnen het niet creëren. Dat was de uiteindelijke opzet van Bitcoin, ja. Maar wat is daarvan over? Dat er nog steeds nog maar 21 miljoen van aanwezig zijn. Dat het niet bijgeprint kan worden. En dat dat altijd zijn waarde zal blijven behouden. Ja, maar zolang je het in euro's en dollars kunt kopen. Die niks waard zijn. Want die dollars die worden wel gewoon bijgedrukt. Ja. En voor een dollar kun je bitcoins kopen. Maar dat verklaart dan misschien ook de enorme prijsstijging van bitcoin. Ik weet niet of je dat meegekregen hebt. Dat is eigenlijk de prijsdaling van de dollar. Of van de euro. Hoe je wil. Nee, maar dat was dus een vraag die ik aan jou had. Oké. Je hebt het zogenaamde zwarte goud, olie. Ja. De prijs van olie is tijdens de coronacrisis enorm gedaald. Ja. De prijs van goud is enorm gestegen. Klopt. Maar olie is toch ook schaars? Olie is schaars, maar er is geen vraag. Op het moment dat de economie tot de standstill komt... wat ze dus vanuit al die overheden hebben bepaald... dat we allemaal maar thuis moesten gaan zitten en thuis moesten gaan werken... minder vliegtuigen, minder verkeer... dan is er minder vraag naar fossiele brandstoffen. Ook minder productie? Volgens mij is de productie ook naar beneden geschroefd, ja. Kijk. Want daar ging ook die hele rel tussen Rusland en... wat was het nou ook weer? Tussen Rusland en China? Of tussen Rusland en de Verenigde Staten over die olieoorlog? Ik heb geen idee. Er gebeurt nu waarbij, zo. Waarbij Rusland gewoon door wilde blijven produceren. Ja. Ja, Rusland wilde door blijven produceren. Ja, wat dus totaal eigenlijk onzinnig is, omdat er geen vraag is. Er is geen vraag naar olie. Nee. Er is een gecreëerde geen vraag naar olie, laat ik het zo zeggen. Ja. Het is opgedwongen, het is ons opgedwongen. Dus, oké, we hebben de goudprijs.
Ja. Die stijgt. De olieprijs die daalt. Ja. Dus de, maar de vraag naar goud, is die per se hoger geworden? Ja. Banken zijn gaan opkopen, ja. Landen zijn gaan opkopen. Het is zo dat, kijk, we hebben een all-time high gehad van 56 euro de gram. Ja. Toen is die wat ingezakt en momenteel zitten we op, moet ik even denken, 8 à 49 euro per gram. Maar wat is er gebeurd? De JP Morgan Bank heeft gewoon een miljard aan goud gedumpt. En naar aanleiding daarvan hebben een x-aantal beleggers ook goud gedumpt om bitcoin te stimuleren. Dus daardoor is die goudprijs weer iets ingezakt. Maar mijn verwachting, en dat spreek ik ook in mijn eigen YouTube-filmpjes uit, mijn verwachting is echt dat goud minimaal nog 2 tot 3 keer omhoog gaat gaan. Ja, ik denk dat ook. Zilver, komende decennia, gaat gewoon keer 10. Gaat gewoon keer 10. Ja. En, maar ja, wat kun je er nog voor kopen als, als de productie is ingestort en als de boeren kapot zijn en de voedselvoorzieningen, hè, er werd al gezegd, de containerbedrijven, die distributielijnen die zijn onderbroken, er komt voedselschaarste aan. Ik zat vanmorgen, zag ik dat er in Amerika 50 miljoen mensen niet te eten hebben. Dan lieten ze overigens een vrij corpulente Amerikaanse vrouw zien, dat ik dacht van, nou ja, dan ja, heb je misschien voorlopig wel even voort. Heb je misschien iets minder te eten, mm-hmm. Maar in ieder geval 50 miljoen mensen hebben voedselproblemen. Nu al, in de Verenigde Staten. Er wordt beweerd dat er een voedselschaarste gaat optreden, inderdaad. Dat ze dat ook bewust doen. Wat daarvan waar is, dat weet ik niet. Ja, we hebben weer die magische ze. Ja. Overheden. Ja, overheden, ja. Het World Economic Forum. Ja. In de onderdeel van een grote reset. Ja. En, kijk, jij bent eigenlijk een verzamelaar van bijzondere munten, zilver en goud. Ja. Met een grote interesse in de wereldeconomie. Ja, en de financiële economie natuurlijk. Ja, en, ja maar we zien jou niet bij RTL Z. Je zit alleen maar hier bij een vrede reeds gewonnen. Ik zit nog niet bij RTL Z. Misschien als Madelon Vos ooit gaat rentenieren, kan ik het van haar overnemen, wie weet. Ik denk dat ze, ik denk dat ze van ja. Maar ik stack ook, hè. Het is niet alleen verzamelen. Ik positioneer mijzelf ook in zilver en goud. Want ja. Ik verkondig dat. Ik doe het zelf natuurlijk maar ook. Maar ja, dat is knap dom, want de overheid komt als eerste bij jou aan de deur. Nee, ze gaan niet al die deuren af, geloof ik niet. Nee? Nee. Plus dat het in een opslag ligt waarvan niemand weet waar de locatie is. Dus, is dat belangrijk voor mensen om hun goud te verstoppen? Is dat... Ik krijg heel vaak die vraag. Het is leuk dat je die vraag stelt. Heel veel mensen die mailen mij en die zeggen, joh, luister eens, als ik dan goud of zilver koop bij jou, waar bewaar ik dat? Waar? En dan zeg ik altijd van, ja, moet je eens goed luisteren. Als niemand weet dat je het hebt, bouw ergens netjes een kluisweg in huis en berg het op. Kijk, ik kan dat niet doen. Ik ben een handelaar. Mensen weten dat ik in die handel zit. Dus ik moet het wel extern opslaan. Maar als jij gewoon je mond dicht houdt en niemand weet ervan, kun je het makkelijk thuis opslaan. Maar dat voelt toch eigenlijk absurd dat je voor je eigen overheid zo ontzettend moet vrezen. Het is niet alleen je eigen overheid, het is ook dat... Het bankensysteem? Ook. Kijk, Nederlandse banken zijn denk ik modicus tegengehaald. Dat gevoel heb ik wel. En al die centrale banken die spannen ook samen om ook die goudprijs te manipuleren. Dat is wat je nu ook ziet. Hè, die JP Morgan die dan zoveel goud dumpt om dan bitcoin maar te promoten. Wat daar dan de motivatie van is, dat weet ik niet. Maar dat zijn wel spelletjes die gespeeld worden. We hadden een aantal onderwerpen gepland staan. Even, we maken het even iets luchtiger. Ja. We gaan naar Rotterdam. Rotterdam. Het absolute veiligste goudopslagbedrijf in Nederland. Ja. Tof Hazel. Ja. FM gekeurd ook, gecertificeerd, alles erop en eraan. Alles erop en eraan. Kluis. Je kon daar veilig je goud opslaan. Kluisservice, veilig je goud opslaan. Ja. Dat is dus ook, hè. Voordat we daar naartoe gaan. Wanneer, dit was in maart, hè, speelde dit. Maart of mei? Maart is het ontdekt. In maart is ontdekt? Wat was er gebeurd? Nou, er is gewoon ik moet even bij het begin beginnen. Ze hebben een bankgebouw opgekocht. Ze hebben een bankgebouw op de Coolsingel opgekocht. Een oude ABN of AMRO of wat dan ook. Waar al kluizen aanwezig waren en natuurlijk op en top beveiligd. Dat hebben ze opgekocht en daar zijn ze goudopslag begonnen om hun klanten een veilig gevoel te kunnen geven. Van oké, u koopt goud, u wilt dat het veilig opgeslagen is, slaat maar bij ons op. Ja.
meest beveiligde bankgebouw van Nederland. U koopt het hier, u ziet het en we gaan brengen het van dit kluisje naar dat kluisje. Precies. Superveilig. Wat is er vervolgens gebeurd? Er was een klant die had daarvoor, en dan schat ik in, minimaal 20 miljoen euro aan goud. Ik dacht dat het 40 miljoen was. Nou, ze hadden het over meerdere tientallen miljoenen. Ja. Dus laten we uitgaan van 20 miljoen, maar het kan dus meer zijn. Pleiten. Het is kwijt. Gewoon pleiten. Die man die belde op, was een buitenlandse klant. Er waren geen sporen van braak, hè? Ik ga je dat uitleggen. Oké. Okay. Ik heb uitgezocht hoe dit mogelijk is. En dat ga ik jou vertellen. Jij was het. Nee. Ik was het. Nee, ook niet. Het is wel waar ik mijn... toen ik 25.000 euro op ging halen om in goud om te zetten. Ja. Heel demonstratief in 2016. Ja. Toen stond ik daar bij Tof Hazel. Ja. Bij dat gebouw. Ja. Ja, mooi is dat. Waar is het goud heen? Ik ga het je uitleggen. Oké. Okay. Althans, ik ga een theorie vertellen waarvan ik denk dat die het meest aannemelijk is. Heerlijk dit. Kijk, 20 miljoen goud. Ja, 40. Of 40 miljoen euro aan goud. Kun jij niet zomaar even in één dag wegslepen. Dat weegt toch al wat. Dat weegt wat, precies. Hoeveel weegt plus, dat? Plus hebben ze daar natuurlijk allerlei camerasystemen hangen. Ik weet het. Die dus na een bepaalde tijd of overschreven of gewist worden. Mijn filosofie is, het is sowieso, als je het aan mij vraagt, ik heb geen harde bewijzen, is het een inside job geweest. Kan bijna niet anders. Maar goed, die klant die belt, we gaan even terug naar het verhaal van, hey, het goud is weg. Die klant, een buitenlandse klant, die belt op en die zegt van, joh, luister eens, ik heb bij jullie zoveel euro aan goudstaven liggen. Ik wil dat komen ophalen. Dus die kluisbediende is naar die kluis gelopen, heeft die deur opengetrokken of het laadje opengetrokken of wat dan ook opengetrokken. En die zag gewoon niks liggen. Dat was gewoon weg. Ja. Nou, hoe kan 20, 30, 40 miljoen euro aan goud verdwijnen? Er zijn toch twee mensen met een enkeltje vertrokken naar Dubai? Precies. In die week? Precies. Maar we moeten nog een stukje terugspoelen. Want Okay. Ik denk dat dit een operatie is geweest die minimaal een half jaar heeft geduurd. Want jij moet iedere week moet je een stukje wegsluizen. Je kan niet daar opzichtig met hele dozen, met heftrucks, pallets vol met goudbaren wegslepen uit de kluis van de klant. Dus dat moet heel geleidelijk zijn gegaan. Zo van, nou ja, het is toch een buitenlandse klant, die belt één keer in de zoveel tijd. Dat kunnen we prima doen. En als we hem aan de telefoon krijgen, zeggen we gewoon van, ja, nee, everything is fine, weet je wel. En ze hebben waarschijnlijk de mazzel gehad, degene die het gedaan hebben, dat net op het moment dat het uitgekomen is, dat al die beelden... Het is 1000 kilo goud. Dat heb jij uitgerekend. Het is 1000 kilo. Ja, nou, dat is nogal niet wat. Daar ben je wel even mee bezig om dat te verslepen. Ja. Ja. Dus ja, dat, is in etappes gegaan. Gedeeld door 12. Dat zijn 120 van die loodzware baren goud. Ja, van die grote staven, ja. Die als je er één vast hebt, dan... Van die 100 OZ of 12,5 kilo dingen. Ja, precies. Dat dus. Ja. Ja, bizar. Ja. Gewoon gestolen. Ja. Ja. Geen daden. Daden ligt op het kerkhof. We weten niet wie waar het is. En er is iemand gewoon met minimaal 20 miljoen euro aan goud pleiten. Wie het ook mogen, wie het dan ook is. Wat doet dus, dat met de goudprijs? Niet zoveel, hè? Nee. Maar wat dat wel doet... Kijk, ik heb bij een bedrijf... Ik zal de naam niet noemen... Heb ik een klein boxje gehuurd. Dat is ook een kluizenbedrijf. Ja. En die gebruik ik voor klanten. Stel, iemand bestelt bij mij. Dat gebeurt regelmatig. En die is gewoon... Die zegt, ja, bestel me vast, maar ik ben een week op vakantie en daarna heb ik paardrijden van mijn dochter bij wijze van spreken. Ik kan pas over 3 weken kan ik erop komen. Ja. Nou, daarvoor heb ik dus bij dat bedrijf een klein boxje gehuurd dat ik het daar even kan stallen. Ja. Dat kan dus. Wie zegt niet dat dat daar ook gaan kan gebeuren? Dus als mensen mij bellen van, ja, moet ik mijn goud extern gaan opslaan? Uh-huh. Is mijn eerste ingeving altijd, nee, doe het liever niet. Daarom beleg ik liever in grond dan in goud. Ja. Maar dat is ook gevaarlijk, hè? In grond beleggen of in mijnen beleggen. Want je belegt dus in... Je weet niet wat de kosten zijn om te mijnen. Je weet niet wat de kosten zijn van het materiaal, van het personeel. Hoeveel geld er nodig is om 1 OZ goud te delven. Nou, noem het allemaal op. Ik heb het niet per se over grond waar goud in de grond zit. Maar gewoon... op zich verdwijnt het iets minder makkelijk. Ja. Maar het is natuurlijk in deze tijden... Bijna niets is meer zeker. Nee. In dat kader.
De Amerikaanse verkiezingen. Ja. Gewonnen of gestolen? Zeg jij het maar. Ja, is het al besloten dan? Volgens de mainstream media is het al besloten, in, ja. In januari moet toch de wisseling en de beëdiging plaatsvinden. Ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren. De wereldeconomie hangt aan de petrodollar. Ja. De dollarprijs, de olieprijs en de goudprijs, die haken in elkaar ergens. Ja, maar toch, om daar even op terug te komen, die presidentsverkiezingen, maakt het qua president niet zo heel erg veel uit. Beide presidenten, hebben te maken met die vet. Hebben te maken met die vet. En beide presidenten zullen de vet de ruimte geven. Dus in principe zou het economisch niet mogen uitmaken wie van beide dan, zeg maar, president van de Verenigde Staten zou zijn. Dus die hele... Nou ja, goed, we zien dat Janet Yellen, voormalig president van de Fed, mm-hmm, die wordt de minister van Financiën voor Mr. Biden. Ja. Dat is toch ook raar? Dat is degene die het geld leent. Ja. En degene die het geld uitleent of bijdrukt, dat is net zoals toen onze minister van Financiën ineens een failliete bank ging aansturen. Ja, dat was het ook weer ABN AMRO met Gerrit Salm, ja. 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 Die man die zich zo graag verkleedt als vrouw. Is dat zo? Ja, dat doet hij graag. Oh, okay. Vindt hij leuk. Nou ja, dat moet hij zelf van weten. Nou ja, goed. Weet je, ieder zijn weg. Ja. Maar tegelijkertijd, als hij zich een beetje bezighoudt met het torpederen van de bestaanszekerheid van mensen in het land. Ja. Dat is toch verschrikkelijk? Ja. Hebben de mensen dit wel door? Want iedereen loopt hier gewoon door de straten en zijn mensen zijn kerstinkopen aan het doen met een fictie. Banken zijn nog veel erger. Ik kan jou vertellen dat ik sinds juli niet eens een bankrekening kan krijgen. Jij kan geen bankrekening? Ik kan geen bankrekening krijgen. Want? Dan ga ik je uitleggen. Oké, komt-ie. Ik was bij jou eens praten over zilver en goud. Ja. Nou, toen kwam er wat aanloop. Mensen die in één keer dachten van, hey, dat is zinnig. Ik ga eens wat zekerheid inkopen. Ik heb nu al gezien bij Sven. Wij hebben, en dat heeft mijn leverancier uitgerekend. Ja, ik probeer het ze altijd af te raden hoor. Als ze mij bellen en zeggen van, moet ik Milo bellen? Dan zeg ik altijd, moet je niet doen. Nee. Want dan drijft die prijs omhoog. Dus ik probeer, dat moet ik niet hebben. Maar ze bellen toch. Ja, ze bellen toch. En dus ik heb eigenlijk in die eerste 2 weken, toen zei mijn leverancier van, zorg dat je bank inlicht en zorg dat je een zakelijke rekening aanvraagt. Ja. Dus ik heb mijn bank gebeld, ik heb gezegd, luister, ik doe in zilver en goud, dan ga ik nu mijn main inkomsten uithalen, ik ga daar mijn bedrijf van starten, want mijn taxibedrijf is failliet. Nou ja, te zielen, dankzij corona. Ja. Ja, is goed, binnen 2 weken is het geregeld. Dat is nog steeds niet rond. Het is nog steeds niet rond. En nu gebruik ik dan tijdelijk mijn taxizakelijke rekening. Ja. Maar die hebben al aangezegd dat ze eind januari met mij de verbintenis gaan opheven, omdat ze het handel in edelmetalen niet ondersteunen. Dus ik ben nu al vanaf juli bezig met het openen van een zakelijke bankrekening. Even voor de mensen thuis. En dan kijk ik even naar de hoofdkamer. Even voor de mensen thuis. Als de overheid iets verbiedt, dan weet je dat je goed zit. Als de bank iets tegenwerkt, dan weet je dat je goed zit. Ja, toch? Ja. Ja. Ja, maar tegelijkertijd is het natuurlijk, als je dit aan bankmedewerkers voorlegt, dan doen ze daar helemaal heel ingewikkeld over. Klopt. Hè? Maar die hebben, zeker in de lagere regionen, die hebben dus niet door dat ze voor de duivel werken. Nee, klopt. Dat is echt, ik vind dat bijna, ik vind het kwaadaardig, maar tegelijkertijd vind ik het zielig. Mensen mogen gewoon contant betalen. Ja. Dat mogen ze gewoon. Ja, gebruik je verstand, betaal contant. Ja. Maar dat mag dus niet meer. Nee, dat is sterker nog. En vanaf 1 januari helemaal niet meer. 3000 euro betalingen van contant boven de 3000 euro. Ja. Ben je strafbaar. Ja. Hebben mensen door dat hun vrijheid daarmee heftig beperkt is, en dat de overheid alles van ze wil weten? Niet genoeg, denk ik. En wat vind jij van het argument dat ze dan zeggen, ja, maar ik heb toch niks te verbergen? En het is goed. Ja, al het terrorisme wordt gefinancierd met... Nee, dat is naïef. Dat is gewoon naïef. Dat is gewoon dom. Heb je wel eens van de Ha'alal Bank gehoord? Nee.
als je terrorisme wil financieren... Ja, ja, ja. Dan is dat echt niet ingewikkeld. Nee, precies. Dus waarom wordt bij de Nederlandse commerciële banken... waar het midden- en kleinbedrijf en de private mens gewoon zaken wil doen... Ja. Een auto wil kopen, kerstcadeautjes wil kopen... niet per se wil weten dat de bank ziet waar jij je geld uitgeeft. Als jij zegt van nou, ik wil dat kopen of ik wil dat kopen... en dat hoeft gewoon niemand te weten. Banken bellen mijn klanten ook op. Want die hebben gewoon geld opgenomen omdat ze iets wilden kopen. En die worden gewoon opgebeld. Ja. Van wat gaat u met dat geld doen? Wat fijn dat jij hier transparant over bent. Want dan hoef je dit gesprek niet 1000 keer uit te leggen aan de mensen thuis. Ik zeg tegen zo'n klant, die klant belde mij op. Ja, wat moet ik dan zeggen? Je moet gewoon zeggen dat het ze geen flikker aan gaat weer. Met je geld doet, het is toch jouw geld? Ja. Ja, nee, maar ze... U heeft 5000 euro opgenomen. Wij denken dat u terrorisme financiert. Zo erg is het dus al. Maar hoe bang zijn die lui zelf? En hebben ze door dat zij met de grootste diefstal bezig zijn... dat er op een gegeven moment niemand meer is om te bestelen? Ze hebben deze hyena's door dat die een keer leeggeroofd is? Ik heb het een keer tegen zo'n bankmedewerker gevraagd. Ja. Ik zeg, realiseer jij dat je eigen baan aan het wegbezuinigen bent? Ja. Toen stond ze maar aan te kijken alsof ze water zag branden. Ja. Is het over een jaar sta je niet meer in het kantoor? Is dit kantoor gewoon gesloten? Ben jij weg? Ja, je hebt geen baan straks. Nee. En dan is er ook geen andere baan in de financiële sector voor jou. Nee. Ben je uitgescheten. Maar daarom... mensen die kopen gewoon. En die kopen gewoon nog steeds. En ze vragen dan aan mij van... hoeveel geld moet ik op de bank hebben? Ja, ik zeg altijd, ik het liefst niks. Een buffertje als je auto kapot gaat of je wasmachine gaat kapot. Of weet je, dat je in ieder geval iets hebt van een buffer, maar voor de rest zo weinig mogelijk op die bank. En de echt arme mensen, Milo, hoe kijk je daarnaar? Ik heb speciaal voor mensen met een lager budget, daar heb ik ook een YouTube-filmpje over gemaakt. Daar heb ik een soort van abonnement in het leven geroepen, waarbij ze maandelijks voor lagere bedragen goud kunnen kopen of zilver kunnen kopen. Kijk, voor 22, 23 euro heb je al 1 OZ zilver. Ik bedoel, iedereen heeft wel een keer 3, 24 euro over. Dus iedereen kan 1 OZ zilver kopen. Ik hou hem even erbij. Ja. Dit is 1 OZ zilver. Je hebt allemaal weer mooie... Ik vind dat altijd zo leuk. Het is echt... Weet je, een snoepwinkel. Mijn leven is een hel, Milo. Ja. Mijn leven is een hel. Weet je waarom? Vertel. Ik heb huilende mensen aan de telefoon. Ja. Ik heb kapotte ondernemers aan de telefoon. Vreselijk. Ik heb alleen maar mensen die hè, dat noemt men dan wakker, maar ze zien wat er gebeurt. Mm-hmm. Ze voelen het, ze begrijpen het, ze kunnen het niet altijd per se even goed onder woorden brengen. Ze zien dat we in een absurde periode leven. En ze kunnen geen kant op. En ze worden ermee wakker en ze gaan ermee naar bed. Ja. En dan bellen ze mij, want ze denken van, met hem kan ik praten. Maar dat zijn er honderden per dag. Mm-hmm. Mijn leven is een hel. Mensen mogen ook best mij mailen, daar zit ik niet mee. Nee, mensen, mail Milo. Met je vragen, ik je wil problemen. Niet, ik wil niet zeggen dat ik het zo goed kan beantwoorden als jij het kan. Maar ik sta open voor om mensen in ieder geval... We hebben ooit de poort opengezet, maar we trekken de poort nu dicht. Precies. Want het zijn er te veel. Ja, snap ik. Op een gegeven moment moet je een lijn trekken. Er zijn gewoon te veel mensen die van alles vragen en willen weten. Van juridisch over mondkapjes, juridisch over verplichtingen op scholen. Verplichte vaccinaties voor militairen, verplichte vaccinaties voor politieagenten. Verplichte vaccinaties voor verpleegsters. Ja, niet verplicht, maar de sociale, de sociale druk zal het wel gaan regelen. Ja, mondkapjes heb ik een heel mooie oplossing voor. Ik heb een ontheffing gedownload. Ja. Nou, heb jij ook heel veel chronische ziektes, vind ik. Ja, toch? Nee, maar dat... Ja. Maar dat je dat allemaal moet aanwenden... Ja. Ja. Om je vrijheid te behouden. Dat is dan eigenlijk al te gek voor woorden. Ik ben heel erg allergisch voor bullshit. Ja. Telt dat ook? Tuurlijk, alles telt. Ik stond in een winkel in Den Haag vorige week. Ja, want het werkt toch niet? Toen heb ik jou gemaild of je wat wilde drinken. Dan had je geen tijd. Stond ik in een Spar een broodje te bestellen... En dan vroeg dat meisje mij van of ik mijn mondkapje niet op wil doen. Ik zei nee. Ik zeg, ik leid aan schapeloosheid. Schapeloosheid? Schapeloosheid, ja. Ja, jij bent... Jij bent en die vriend... Altijd, ja, ik ben rechts voor zijn raap. Ik zeg het gewoon, ik zeg gewoon waar het op... Ik vind het altijd leuk. Ik zeg gewoon waar het op staat gewoon. Ja. Maar de mensen hebben het zelf ook wel door, hè? Tuurlijk.
Die winkel met, ja, maar anders krijgen we een boete. Die angst voor, voor die handhavers. Nou, terecht, heb je hebt gezien wat ze in Nunspeet gedaan hebben. Die handhavers, dat zijn toch psychopaten? Dat zijn gewoon landverraders. Die mensen zijn toch knettergek? Die mensen die krijgen een opwinding van om hun eigen mensen gewoon te verraden. Nou, hoe ver ben je weg dan? Ja. Ik ben bang dat we weer een video hebben die niet op YouTube kan staan. Maar dan bewegen we hem weer door naar BitChute of Library of gewoon naar onze eigen website. Hè. Een oorlog reeds verloren is een vrede reeds gewonnen. Oké, het is veranderd. Nou, het is niet veranderd, het is hetzelfde. Oké. Als de oorlog al verloren is. Ja, dan heb je vrede. Dan is de vrede reeds gewonnen. Ja. Het is altijd hetzelfde geweest, hadden mensen nog niet door. Oké. Dus dat was een beetje een woordgrapje van mij natuurlijk. Ja. En, maar je had dat zilver net vast. Jij wilde iets gaan vertellen over het zilver. Ja. Nou ja, dat een 1 OZ zilver kost zo'n 3,24 euro. Ja. Nou, iedereen heeft wel 3,24 euro. Ja, en als straks en de euro niks meer waard is, dan kun je voor die 1 OZ misschien een boterham kopen. Als de euro niets meer waard wordt. Want als je overstapt op die digitale euro, ja, dan creëren ze een waarde. Ja. Ja, maar waar ik dus naartoe wil, is dat in principe, als wij er bij wijze van spreken 2 maanden voor moeten sparen, iedereen kan 3,24 euro sparen. Ja, maar als zij straks zeggen van ja, maar dan kunnen we met de digitale euro betalen, Milo. Het gaat toch uiteindelijk gewoon omdat we de huur kunnen betalen en onze boterham? Nou, dat soort mensen moeten het dan vooral gewoon dan doen. Als je zo simpel denkt, dat het alleen maar daarom gaat, zo zit het natuurlijk niet. Ik wil mijn bewegingsvrijheid hebben. Ik wil mijn eigen financiële vrijheid hebben. Doen wat ik wil. Zou jij boeren aanraden om hun voedselvoorraden voortaan in goud en zilver te verkopen? Ik weet al dat er boeren zijn die dat doen. Want ik ben al een stapje verder gegaan. Ik heb er nog geen podcast over opgenomen. Dat ga ik wel doen. Ik ben her en der al bezig gegaan om te kijken of ik al kan betalen met zilver en goud. Ik kan mijn halal... In een halal winkel, levensmiddelenwinkel, kan ik met zilver betalen. Ik kan mijn osteopaat kan ik betalen met zilver. Nou, ik ben een x-aantal dingen al afgegaan. Benzine en de huur is misschien nog wat lastig. Dat wordt lastig, ja. Maar dat doen we dan wel met fake euro's. Met de nep-euro's, inderdaad. Maar we zijn in mijn omgeving... Hier heeft u 10 eenheden lucht in ruil voor een emmertje peut. Ja, precies. Ja, het is gek. De wereld is zo helemaal ondersteboven. Ja. Wat heb je nog meer meegenomen? Spreken is zilver. Ja? Zitten wij de hele tijd te doen. Nou ja, zwijgen is goud. Ik heb dus ook in zilver, maar die is dus ook in goud leverbaar, een Unity Box meegenomen. Dit is een kunststof doosje en er zit gewoon 100 keer 1 gram zilver in. Hoort het ook, hè? Tuurlijk mag jij dat volhouden. Een Unity Box. Ja, er zitten gewoon 100 grammetjes. Ja, die steek je gelijk in je binnenzak. Is gelijk weg, kip, ik heb je. Zit niemand. Zit niemand. Dan heb ik verder. Ik heb zojuist 1200 kilo goud zo. Ja. Rotterdam uitgetild. Uitgesjouwd. Oh, dit is leuk. Dit is leuk, zeg. Ze verzinnen ook van alles, hè, bij die smederijen. Ja. Dit is echt leuk. Die gaan goed nu, hoor, die smederijen. Ja, die gaan goed. En worden die nog niet tegengewerkt? Nee. Kan dat dan? Ze zijn wel, dat is wel grappig dat je dat vraagt, ze zijn wel tijdens corona een x-aantal weken dicht geweest. Toen was er in één keer geen goud en zilver voorradig. Toen was er paniek. Toen was er in één keer paniek. Niemand had goud, niemand had zilver. Was dat niet om die prijs op te drijven? Maar ja, er was geen transport. Nee, alles was stilgelegd. Alles was stilgelegd. Mijnen waren stilgelegd. Oké, Unity Box. Kost zo'n Unity Box? Dus, 100 keer 1 gram? Ja, hier zit ontzettend veel premie op. Dus reken op 210 euro of zo, 220 euro voor zo'n Unity Box. Zoiets. Oké. En dan zilver zit erin. Ja, want de premie is het 63, feit dat ze moeten maken. 63, 64 euro aan zilver het zit moet erin. Het moet... Ja, het zijn hogere processen. Dus dat is wel grappig. Dus hier zit dan voor 63 euro zilver in. Ja, 64, 65, zoiets. Maar ze vragen er 220 euro voor. Want voor hun de meerwaarde zit hem in het feit dat ze moeten boxen. Waar ik het voor verkoop. Ik moet natuurlijk ook... ik verdien op zo'n Unity Box verdien ik een tientje of zo. Dus het gaat even voor de mensen thuis. Denk niet dat het gouden handel... Het is handel in goud, maar het is geen gouden handel. De marges zijn duidelijk uitgeknepen. En dan ben jij er nog onder gaan zitten, wat een ander vraagt. Dat valt op zich wel mee.
Ik zit in ongeveer in het middensegment qua marges. Maar ik kan er redelijk van rondkomen. Maar het is niet zo dat ik zeg van morgen staat er een Lamborghini voor de deur of zo. Nou, dat is de Unity Box. Okay. En dan heb ik ook meegenomen een zilverbaar. Ja. Een kilo massief zilver. Okay. In de vorm van een broodje. Een kilo, zo. Ja, ja. Ik heb hem. Ja, ook in de binnenzak. Die gaat ook weg. Zijn we ook weer kwijt? Ja, nee, oké. Okay. Ik blijf het proberen. Even voor de mensen thuis. Ja, ik ben, niet de allerbeste, maar je kunt toch blijven proberen. Hermes was de god van de alchemisten, mm-hmm. maar ook van de dieven. Oh, oké. Okay. Dus alchemie en diefstal. Hè? Want we kunnen natuurlijk ook proberen goud te maken uit lood, hè? Dat kan. Dat kunnen we nog blijven proberen. Ik ben daar voorstander van. Dit is dus een kilo... massief zilver. Massief zilver. En dit is dan zo'n 640 euro. 40 euro. Zilver. Maar je moet toch rekenen... Dat waren... kost 700 euro. Nee, dat gaat veel meer. Echt want waar? Er komt ook nog BTW overheen. Oh, de staat. Ja, de staat. De staat zilverbaren, daar gaat de staat op zitten. Dus de staat eet mee. Ja, dus eigenlijk doe ik geen zilverbaren. Maar er is best wel veel vraag naar. Ja. Dus ik voer ze wel. Ja. Maar ik raad het altijd af. Ja. Want reken op tussen de 800 en 900 euro voor zo'n baasje. Ja, vanwege de BTW. Ja. En dan heb ik het metaal meegenomen waar ik het meeste vertrouwen in heb. En waar ik mij momenteel wat meer in aan het positioneren ben. En dat is platina. Ik vind het echt zo leuk als jij langskomt. Want je hebt denk ik allemaal cadeautjes voor mij mee. Ja, toch? Ik neem van alles voor je mee, dat weet je toch? Platina. Platina. Is ook als... een NOZ. Dus wacht even. Want alles is altijd... iets voor iets. Hè? Mm-hmm. Dus hoeveel, ik heb een schaap en jij hebt tomaten. Ja. Dan gaat het over hoeveel tomaten gaan er in een schaap. Ja. Dus als je dan zegt van spreken zilver, ja. Zwijgen is goud. Wat is dan platina? Platina is een... knuffelen? Een heel schaars metaal. Ja, maar is dat... Kijk, als... spreken, ja, ik zilver. Weet niet of je metalen moet knuffelen, maar... ja, ik omarm het metaal, laat ik het zo zeggen. Oké, jij knuffelt... Ja, waarom okay. omarm ik het metaal? Ik heb bij rhodium een beetje de boot gemist. Daar baal ik nog steeds een beetje van. Ja. Dat is ook een leuk verhaal om te vertellen, maar, trouwens. Rhodium. Rhodium. Het stond op 60.000 euro de kilo. Ja. En toen zei ik tegen een geldschieter... dit metaal gaat omhoog vliegen. Ja. Koop het. Desnoods neem jij... Ja. 80% van de winst en ja. ik 20. Maar dat gaat omhoog tot metaal. En waar is het naartoe gegaan? 425.000 euro. Konijnen. De kilo. Ja. Ja. Maar ja, goed. En waar zijn de rhodiumhandelaren? Die zijn er niet. Het is een metaal die ook bijna nooit aangeboden wordt. Het wordt niet aangeboden? Nee, hetzelfde geldt voor platina. Maar jij kan het natuurlijk weer krijgen. Nu voor 425.000 euro de kilo. Heel moeizaam. Nee, rhodium is heel lastig. En waar mijn ik rhodium? Waar moet ik zijn? Bedoel je, waar mijn ik rhodium? Waar haal ik rhodium vandaan, zeg maar? Uit eenzelfde mijn waar bijvoorbeeld goud of zilver wordt gedolven. Oké. Okay. Alle metalen worden gedolven uit de grond in principe. Oké. Okay. Palladium geldt hetzelfde voor. Wat heb je nog meer bij je? Nou, ik ga eens nog even wat over platina vertellen. Oh. Platina is namelijk een schaars metaal. Wacht even, die is van jou. Hoog smeltpunt. Ja. Wordt veel gebruikt in de juwelenbranche. Ze hadden het nodig. Mm-hmm. Ze hadden het nodig om waterstof... cellen te maken. Ja. En dat hoeft nu niet meer, hè? En weet je waar ze het ook voor nodig hebben? Nou? Voor die fantastische vaccins. Verdikken me. Ja? Daar gaat ook platina in. Dus daarom, en dat is dan een beetje dan... hoe zeg je dat? Advocaat van de duivel of aan de verkeerde kant. Advocaat zitten. Van de duivel, als je het over daarom, de duivel hebt. Deze is van Queen Elizabeth. Daarom positioneer ik mij dus in platina. Want ik verwacht platina enorm gaat stijgen de komende okay. tijd. Er zit wel enorm veel premie op. Niet goedkoop. Nee. Wat je daar in je handen hebt, praat je gewoon over 1100, 1200 euro. Oké. Okay. Dus het is wel duur. Maar het heeft enorme potentie. Omdat het in vaccins zit? Niet alleen in vaccins. In katalysatoren, in gloeilampen, in tal van toepassingen. Dat is toch waarom dat is toch ook waarom Oost-Europeanen platina katalysatoren onder auto's vandaan schroeven tegenwoordig? Ja, zo zonder. Je katalysator wordt onder je auto vandaag gestolen omdat ze dat platina eruit stelen. En in die hele dure auto's is het van goud. In die hele snelle AMG RS bakken. Ja, is het duurder dan goud?
platina? Nee, platina is niet duurder als goud. Platina heeft nu een spotprijs van 27 euro per gram. Ja. Maar wordt wel verhandeld voor bijna het dubbele daarvan. Aha. Omdat de premie is enorm hoog op platina op dit moment. Oké. Okay. En wat, ik zie nog twee gouden dingetjes. Ja, dat zijn twee verschillende goudproducten. Ook zetten productplaatsing? Koorts begin ik te krijgen. Goudkoorts ja. is de... Nou, het eerste... Dat moet je me ook nog eens uitleggen. Wat is goudkoorts? Maar... Ja, dat mensen gewoon... Hebberigheid. Hebberig worden en dat mensen gewoon bereid zijn om gewoon maanden, jaren van huis te zijn om in een goudmijn werken. En, is dat puur hebberigheid? Nou ja, goud is natuurlijk een metaal. Of is dat omdat de mens een band heeft met de aarde en met de mineralen die in de aarde zitten? Goudkoorts komt niet van de aarde. Goudkoorts is echt iets in de mens zelf, denk ik. Ja? Ja, ik probeer dat dan weer romantisch te maken. Ik denk dus dat de mens goud nodig heeft. De Chinezen koken gouden munten mee met hun eten, omdat ze die goudmineralen nodig hebben. Ja, ik zou het je sterker vertellen. Ik ga in mijn waterfilter koper en zilver leggen. Oké, geen goud? Nee, geen goud. Oké, waarom niet? Omdat ik koper wil gebruiken voor het filteren van de bacteriën. Ja. En ik wil zilver gebruiken om het zilver effect mee te geven. Hmm. Ik denk, als je daar goud bij gooit, dan is dat misschien niet echt handig. Maar goed, het is, iedereen moet doen wat hij niet later kan. Maar goed, dit is dus een combibaar. En dat noemen ze zo, want het is eigenlijk gewoon 50 keer 1 gram, maar het zit aan elkaar vast. Dus als je het aan elkaar vast laat zitten, heb je gewoon eigenlijk een 50 gram baar. Maar als de nood aan de man is, dan trek je hem open. Kun je hem breken? En dan kun je ze breken als chocoladeblokjes. Lief van jou. Ja, toch? Dat is weer lief. Zo. En dit is een combibaar. Blijf het proberen. Hetzelfde principe, ja. Alleen hier zitten de grammetjes al los. Aha. Milo? 50 stuks. Ja. Dit is gewoon geld. Dit is echt geld. Dit is gewoon echt geld. Dit is echt geld? Dit is echt geld, ja. Hebben mensen dat... Dit is geld. Ja, dat is gewoon geld, dit is ja. Het enige echte geld eigenlijk, ja. Hè? Ja. Rappers, vloggers, YouTubers. Al die klanten die goed in de slappe was zitten, lopen allemaal met zo'n ding op zak. Op de miljonairsbeurs in Amsterdam lopen ze allemaal met zo'n ding op zak. Hier kopen ze hun dingen mee. Zekerheid. 9 van de 10 hebben het gewoon in de zak voor zekerheid. 50 gram. Maar wel weer hoge verwerkingskosten, want het moet allemaal geslagen worden. Ja, die is duur. Ja. En deze is nog duurder. Ja. Maar dit zijn er maar 25, dus het scheelt. Dus dan doet de portemonnee minder zeer. Ze maken het wel. Degene die dit maken, die realiseren zich toch dat de toekomst van de wereld bestaat uit het feit dat dit geld is. En die belachelijke systemen die ze nu aan het proberen zijn vanuit die banken, dat gedoemd is om te mislukken. Gedoemd te mislukken. En dan staat iedereen straks met problemen. Niks in zijn zaak. En dan zegt de overheid: wij betalen jouw salaris wel. Wij betalen voedsel jouw op de bon. Wel. Ja, precies. Blijf wij rustig bepalen, thuis. Wij bepalen wat je doe eet. Doe uw mondkapje op. Ja. Niets aan de hand hier. Ja, precies. Dat is. Bah. Ja. Je mag het niet zeggen, maar het is wel echt zo. Hè? Ja. The sheeple. Mag ik in dat kader verwijzen naar een website die ik toch ook even tegen de mensen zou willen... Dat is een Rijksoverheid site. Oké. Dus die is er gewoon... Dit is de doorontwikkeling van de verhaallijn en de toon. De presentatie voor de informele bijeenkomst op het Catshuis op 1 november 2020. Het document is een bijlage bij de Kamerbrief Stand van Zaken COVID-19. Die doorontwikkeling van die verhaallijn, die is er in PDF. En die zullen we als link hierbij zetten. Okay. Het was een gedragsdriver. De angst voor het coronavirus
Het onbekende als voornaamste impuls voor gedrag. En dat wordt de nieuwe gedragsdriver. Het volgen van de sociale norm. Mondkapje in de supermarkt. Eerst droeg 10% het, toen 20, 30 en nu misschien wel meer dan 75%. Als aanvulling op de anderhalve meter. Ongewenst gedrag is de sociale norm. Dat was het vroeger. Voorbeelden over groepen thuis en illegale feestjes. Goed gedrag bevestigt de sociale norm. Het gaat grotendeels goed met de naleving van de norm. Het was, we moeten hier doorheen. Naar, het vraagt iets van ons, maar wij kunnen dit. Hebben we eerder laten zien. Bewijs dat het werkt. De indoctrinatie van de overheid. Op rijksoverheid.nl in een officiële PDF. Ja, bizar. En de mensen zien het niet. Nee, ik weet het. En er komt een social credit system voor in plaats. En een cryptocurrency. Overal camera's. Ja. Ziektes worden aan- en uitgezet omdat de mens een elektromagnetisch wezen is. Dus je kunt ze gewoon sturen en beïnvloeden. De uitwerking is ook interessant. Van de verhaallijn en de toon. Want jij blaast mij weg met jouw mooie goudvaart. Maar ik zie nu in jouw ogen van what the fuck hoor ik nu. Deze kende jij nog niet, hè? Deze kende ik niet, maar ik weet wel, de inhoud is mij wel bekend. Wil je hem horen? Op korte termijn, altijd. Vanaf 3 november. In speech, in copy en beeld, via media inzet, bewindspersonen, regio's, sectoren en experts. In middelen na persconferentie, nieuwsberichten, visuals, socials, rijksoverheid.nl. Via departementen, regio's, branches en sectoren. Via de campagne Alleen Samen, een eerste push op volhouden. Op middellange termijn de doorontwikkeling van de campagne Alleen Samen en aandacht voor elkaar. Ja, het is echt bizar. Het is echt bizar wat ze aan het doen zijn. Maar dit is niet wat ze willen, Milo. Nee, dat willen ze niet. Jij bent een gevaarlijke man. Ik ben gevaarlijk. En daarom willen die banken ook niet. Ik zit hier aan een tafel met iemand die binnenkort in de gevangenis zit. Ik lijk wel Harry Mens. Wij kijken altijd naar Harry Mens om te kijken wie er in de komende 5 jaar in de gevangenis zit. Ik denk dat wij zijn het. Ja. Jij bent. Jij of ik. Ja. Jij bent ook een sterke kandidaat, denk ik. Nou ja, ja. Ja. Mijn hemel. Laatste ding wat je hebt meegenomen. Palladium. En dan laat ik jou wat zien. Ja. Palladium. Mag ik hem daar? Tuurlijk. Palladium. The Australian Emu Palladium Coin. Wat geweldig, joh. En wat is palladium? Palladium is ook een metaal, het zou je niet verbazen. Nee. Palladium is ook weer een heel schaars metaal. Je moet rekenen dat deze set... Ja, die past niet in je binnenzak. Dat gaat lastig worden. Er zit voor ongeveer 6.000 à 7.000 euro palladium in. Ja, steek maar in je binnenzak. Ik ben niet klaar. Maar die set die gaat dus voor ongeveer het dubbele. Oh jee, want het is... En dat zit hem voornamelijk in dat dus... palladiummunten zo goed als niet aangeboden worden. En de zeldzaamheid van deze serie. Ja. Vind je gewoon niet. Net als die 10 kilo munten ook. Hoe kom jij er dan weer aan? Ja, ik heb een netwerk, leveranciers, iedereen heeft al wat. En ik wilde gewoon speciale dingen meenemen. Dus mijn netwerk leveranciers levert worteltjes en tomaten. Dat is ook heel zinvol, toch? Ja, dat... Ik heb ook al adressen waar ik kan tuinieren en groenten gaan halen en aardappels kan gaan halen. Denk je dat verboden gaat worden? Eigen voedsel verbouwen? Ja, want ze willen ook al verbieden dat je langs de weg reclame mag maken. Dat je ergens wat kunt kopen aan aardappels of aardbeien of asperges. Mag niet. Mag niet meer. Nee. Want? Wat hebben ze voor reden? Controle, hè? Daar zijn we weer. Het is allemaal controle. Een kunstenaar? Ja. Die heeft
Die heeft voor ons dit ontworpen. Het schildpadje met de flatgebouwen erop. Nou, geen flatgebouwen. Wat zijn het dan? Het zijn huizen. Mag ik deze eens een keer vasthouden? Ja, ga je gang. Oh, het is heel licht. Hij is heel licht. Ja, het zijn huizen. Wat denk je dat hij ermee bedoelt? We hebben hierachter, is jou misschien niet opgevallen, maar we hebben een hele grote. Ja, dat is een hele stad. Die heeft een schildpad met een hele stad op zijn rug. En er zijn er vier, dus het gaat niet om het aantal. Nee. Wat is het idee erachter, denk je? Ik zou zeggen dat die schildpad dan de aarde moet symboliseren. Juist. Oké, dus dat heb ik in één keer goed. Ja. Schildpad symboliseert de aarde. Aarde, precies. Oké. En die huizen groeien uit zijn rug. Mm-hmm. Ik denk dat de mensen zich moeten realiseren dat de aarde hun thuis is. En dan ook het echte contact met de aarde gaan zoeken. En daarom zijn die metalen zo interessant. Omdat de aarde geeft die metalen aan de mens. Om met elkaar samen een samenleving te bouwen. En dat is die samenleving die op de rug van die schildpad ligt. Want in die steden waar de mensen samen zijn. Hè, die stad, die enorme stad op de rug van. Symboliseert dat mensen met elkaar op de aarde leven, maar dat ze zich altijd moeten realiseren dat alles van waarde, mm-hmm, komt uit de aarde. Ja, absoluut. Voedsel, bomen die zuurstof produceren, geven, ja. Het water wat over de aarde stroomt in de beken en in de rivieren, wat door de zon verdampt wordt en door de wolken weer naar terug wordt gebracht, ja, naar de aarde. Ja. Alle metalen. Alle metalen die we nodig hebben om telefoons te maken, om verbonden te zijn via telefonie, computers, internet. Alles komt uit de aarde. Ja. En wat probeert onze overheid nu? De mens te ontaarden. Ontaarden, ja. Kunnen we met die woorden afsluiten voor vandaag? Doen we. Dankjewel, Milo. Graag gedaan.